Proficiat. Dankjewel, dankjewel. Verwacht u dat u erbij bent op tijd? Allerlaatste natuurlijk. Hè? Ik heb inderdaad lang moeten wachten en ik heb verrassende keuzes gezien, zowel van publiek als van coach. Dus ik was even zo van, oei, je kunt u echt aan alles verwachten. Allee, je mocht van niks uitgaan, dat bedoel ik. Maar ik ben echt super blij, maar ik besef het nog niet zo heel goed. Hè. Maar, omdat ik ook net werd afgeroepen, ik moest onmiddellijk rondlopen en onmiddellijk op podium. Dus ik heb nog niet echt tijd gehad om te acclimatiseren. Hè. Gent boven, hè? Maria Kerke. Jammer voor Peter natuurlijk. Peter vliegt daaruit. Dat is het format. Hè. Axel heeft daar ook al veel aan gegeven. Zij wou eigenlijk met iedereen zoveel mogelijk doorgaan. Want dat is echt een heel lieve vrouw. Die weet wat ze doet en die wil echt iedereen tot het einde doorbrengen. Maar dat is gewoon het format en dat is gewoon heel jammer. Ja, maar jij bent blij. Tuurlijk, ik ben blij. Maar het is allemaal nog wat... Dat is... Ja, nieuw. Ja. Heb je ervaring met muziek van vroeger al? Mijn ouders hebben wel altijd veel naar muziek geluisterd. En mijn moeder en grootmoeder, de kant van mijn moeder, dat zijn Franse mensen. Dus ik was wel heel familier met de Franse chanson en zo. Wat was dat dan, die Franse chanson? Ken je daar nog een nummer van? Bien sûr, hein. Non. Aznavour? Rien de rien. Piaf dan. Nee, Jacques Brel vooral ook en zo. En ook heel oude platen zo... Van mijn grootvader en mijn grootmoeder. Maar ze hebben me daar altijd in gesteund. Ik heb ook academie mogen doen, piano en zo. Vroeger was ik heel naïef. Ik ben nog steeds een beetje naïef. Hè. Het zou jammer zijn. Jong, 20 zeker? 20 inderdaad. Moest ik nu al mentaliteit hebben van iemand van 40. Probeer wel met de voetjes op de grond te blijven. Dat is ook wel gebeurd al. Door hier en daar een tegenslagje te krijgen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk positief. Want nu besef ik gewoon meer en meer dat dat gewoon is wat ik wil doen. En als ik daar al mijn broodwinning mee kan verdienen, als ik daarmee kan rondkomen later, dan ga ik al heel tevreden zijn. Ja, misschien ook in de film gaan, hè? Lijkt een beetje op Tom Hanks, hebben ze het al gezegd tegen jou? Ja, waarom niet? Ik acteer enorm graag, want ik heb daar al heel veel bedenkingen rond gemaakt van acteer ik nu liever of zing ik liever? Maar toch nog net iets liever zingen. Ja, en u kende de mensen jou, u ziet het al, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat komt erbij natuurlijk. Familie hier geweest van jou? Ja, heel veel mensen. Heel veel vrienden, heel veel familie. Maar ja, ik ben van Gent, dus het is ook makkelijk voor die mensen om zich te verplaatsen. Was heel tof. En ze moet niet over de brug van Gent bruggen, dus geen files. Inderdaad. Dat is waar. Ik heb er vandaag nog even in gestaan. Wat ga je nu doen, straks hier? Straks gaan wij... Pintje pakken? Ik drink niet zo lief... Ja... Je moet dat leren drinken. En ik ben dat beginnen leren drinken. Dus ja, een biertje, hè, want de kava zal wel op zijn waarschijnlijk. Ik wens je nog veel geluk. Dankjewel.